In 1926 vertrok een Nederlandse groep ontdekkingsreizigers onder leiding van Wijnand Otto-Jan de Pom naar Volksrepubliek China, Mongolië en de zuidoostgrens van de Sovjet-Unie. De groep wist toen nog niet dat dit hun laatste ontdekkingsreis zou worden. Ze verdwenen zonder een enkel spoor en met hen verdween een bijzonder reisverhaal. De mensen. Ze bestaan nog op de beelden. Meneer Nieuwekamp, kun je vertellen waarom je film wilde komen? Wijnand Otto-Jan Dupont was een goede vriend van mijn vader. Hij had al vaker ontdekkingsreizen gemaakt naar Centraal-Azië. En dit keer wilde hij op zoek naar het graf van Genghis Khan. Genghis Khan? Genghis Khan was de grootste veroveraar die Mongolië ooit had gekend. Zijn graf zou ergens zo'n 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Ulaanbaatar liggen, maar niemand weet dat zeker. Ik had op mijn 17e een camera gekregen van mijn vader. En dat is waarschijnlijk de reden dat Dupont mij meevroeg op de expeditie. Hij wilde dat iemand de reis zou filmen. Het was in de winter van 26. Ik was net 18 geworden toen we vertrokken op reis. Hoe verliep de reis? Nadat we naar China waren gevlogen, kwamen we aan bij een dorpje, Xinjiang, aan een brede rivier. Dupont had enkele lokale werklieden ingehuurd om onze spullen op een boot te dragen, zodat we onze reis per boot konden beginnen. In de kisten die we hadden meegenomen zaten onder andere lampen voor 's nachts, touwen om ezels te kunnen bereiden, simpele meetapparatuur en voedsel voor ongeveer 2 maanden. Zo lang zouden we namelijk onderweg zijn. Overal om ons heen waren bergen, tot zover ik maar kon kijken. Hier werd het me voor het eerst duidelijk dat onze zoektocht naar het graf van Genghis Khan zwaarder zou worden dan ik me in Nederland had kunnen voorstellen. In het dorpje waar we ons op dat moment bevonden, kocht Hendrik Willem Moulijn een 20-tal sterke Chinese muilezels. Moulijn was mee op de expeditie om de financiën in de gaten te houden. Hij was een grote man met een volle baard waar hij altijd trots doorheen streek. Ik kon al merken dat mijn conditie op de proef werd gesteld. De rotsen waren steil en de paden niet altijd even zichtbaar. We hebben op die berg 1 of 2 mijl eens ons achter moeten laten. De winter kwam eraan. Het werd kouder en kouder in de weken die volgden. Na enkele weken kwamen we erachter dat de ezels die Moulijn had gekocht vlooien hadden. Een van de werklieden, Sukhbatar, was kapper geweest voordat hij meeging op expeditie. En hij mocht van Dupont de Nederlanders ontdoen van hun haar. De overige werklieden, daar had ik weinig contact mee. Die kookten alleen voor ons, dat soort dingen, maar voedsel was schaars. Vaak was het een waterige soep met insecten, een soort bouillon, soms een schorpioen. Die konden we alleen eten als het gif eruit werd gehaald. Na 8 dagen kwamen we aan bij een oud stadje.
Daar kwamen we weer op kracht. De lokale bevolking was erg nieuwsgierig. Aan de rand van de stad vroeg ik een jongetje naar het graf van Genghis Khan, maar hij schrok zo van mijn vraag dat hij snel wegrende. Het jongetje haalde de leider van de stad erbij. Hij waarschuwde ons niet naar het graf te zoeken. We besloten toch verder te gaan met onze zoektocht en dus werden we door hem de stad uitgestuurd. We kwamen langs uitgestrekte velden waarop de hutten van een van de bergstammen stonden, maar er was geen spoor van de stam te bekennen. Na wat rondgesnuffeld te hebben vond Moulijn een kist. De kist zat vol met documenten met spreuken en ook 4 grote versteende eieren. Van Genghis Khan was bekend dat hij grote eieren meekreeg in zijn graf. Hij geloofde dat het draakeieren waren. Die hem kracht gaven in het hiernamaals. We wisten dat we op de goede weg zaten, maar iets in me zei dat we niet verder moesten zoeken naar het graf. Dupont en een van de lokale werklieden inventariseerden de vondst. Ik zei hem dat we de kist niet mee moesten nemen, maar hij luisterde niet naar me. De kist ging mee. Maurius vertelde dat de sneeuwval heviger werd. Binnen een dag was het landschap bedekt onder een dik pak sneeuw. We moesten uitkijken voor sneeuwblindheid. De wind was ijzig koud en we moesten ons gezicht goed bedekken om te voorkomen dat onze neuzen en oren eraf vroren. Zelfs Dupont had zulke kou nog nooit meegemaakt tijdens zijn reizen. Binnen enkele dagen vonden we een warm waterbron. We bouwden er een tent overheen als bescherming tegen de ijzige wind. We zetten onze tenten op en maakten ons klaar voor de zoveelste koude nacht. De extreme sneeuw had ook die nacht zijn tol geëist. Enkele ezels hadden de nacht niet overleefd. Nadat we die ochtend de route van de dag met iedereen besproken hadden, gingen we verder op onze reis. Ik had inmiddels geen enkel besef van tijd meer. Of het nou weken of dagen zou duren voordat we bij de grens met de Sovjet-Unie aan zouden komen, dat kon me niet meer zo schelen. Ik heb hier het dagboek van Dupont. Die kist is het bewijs dat we nu echt dichtbij zijn. Er is onvrede onder de Nederlanders. Sommigen beweren dat we niet verder moeten zoeken naar het graf. Maar we zijn zo dichtbij. Het viel me op dat sinds we die kist hadden meegenomen uit het verlaten dorp, de weersomstandigheden constant en in rap tempo verslechterden. Na een paar uur zagen we een kudde berggeiten een steile bergwand opklimmen. Een van de werklieden, Ningpo, kreeg van Dupont de opdracht om een van de geiten te schieten. We konden ons geluk niet op, we hadden eindelijk voedsel na enkele weken niets gegeten te hebben. Hetzelfde uur nog wilden we de geit. Tot mijn grote schrik had een van de werklieden een aantal documenten uit de gevonden kist gebruikt om er vuur mee aan te steken. Ik had er geen goed gevoel bij, maar we hadden al weken niet gegeten en mijn honger was te sterk. Vanaf toen werd het donker. Er leek geen einde aan te komen. De periode van duisternis kwam ook een periode van stilte. De weken verstreken waarin we hoopten dat de ijzige wind zou gaan liggen en de sneeuw zou stoppen met vallen. Man en macht probeerden we ons warm te houden.
Vele van de groep zijn ons ontschoten. Sinds gisteren is ook Hendrik Willem Moulijn niet meer wakker geworden. We vonden zijn lichaam ijskoud in zijn tent. Zijn dood moet een vrediger geweest zijn. Vanaf dat moment voelde ik me niet lekker. Ik had pijn in mijn buik en ik was misselijk. Ik vond het opmerkelijk dat iedereen zich misselijk voelde. In de dagen die volgden stierven er veel mensen. In een van de rustperioden hoorde ik een vreemd geluid buiten mijn tent. Met stomme verbazing zag ik dat de ezels en kamelen ons eten aan het opeten waren. We moesten zo uitgehongerd zijn geweest dat ze de geiten hadden opgegeten. Toen we weer verder gingen reizen, merkten we op dat Suk Patar niet was opgestaan. En Yingpo en ik gingen zijn tent in om hem te zoeken. En daar vonden we zijn lijk. Was aangevroten door de dieren. Ik was als enige over, samen met Yingpo en Dupont. Die nacht werd ik wakker door een luide knal. Yingpo had zichzelf door zijn hoofd geschoten. Dupont was niet komen kijken, dus ik ging naar zijn tent toe. Hij reageerde niet toen ik hem riep en zijn kaars was gedoofd. Ik ging zijn tent binnen en ik probeerde hem wakker te schudden. Maar hij was ijskoud en stijf. Ik merkte dat de kist verdwenen was. En een opgelucht gevoel maakte zich meester over me. Ik ging op de koude grond liggen en deed mijn ogen dicht. Ik besefte dat ik de enige was die nog leefde. Alles was vredig op dat moment. Ik had het gevoel dat ik moest overleven om ons verhaal te vertellen. Dat de anderen dat niet meer kunnen. Toen ik wakker werd, was de lente begonnen in Mongolië. Het misselijke gevoel, mijn maag was weg. Alle sneeuw was gesmolten. Ik kon gemakkelijk mijn weg vervolgen. Binnen 3 dagen was ik van de berg af en stond ik in een wei vol herten. Het graf van Genghis Khan kon me niks meer schelen. Ik wilde alleen nog maar naar huis.